Nee, gelukkig is inderdaad niemand gewond geraakt. Maar we hebben inderdaad panelbussen meteen ingezet om deze reizigers zo snel mogelijk hier weg te halen. Ja. Hoe groot zijn die betonstukken? Kan je dat omschrijving van geven? Wat ik begrepen heb, zijn het inderdaad best wel grote stukken. En die zijn op het spoor terechtgekomen. Dus mensen zijn nu bezig om die stukken ook van het spoor weg te halen. Om te kijken of er ook geen schade aan het spoor is. En vooral is de inspectie nu aan het kijken van hoe dit heeft kunnen gebeuren.